יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. We zullen samen om een zegen vragen over het woord. Vader in de hemel, dank u wel dat we ook naar uw woord mogen luisteren, naar deze geweldige tijd van aanbidding en lofprijzing. Vader, dank u wel daarvoor. Dank voor het prachtige weer, voor de ontmoeting met elkaar, en we elkaar shalom mogen toewensen. Dank voor al uw zegeningen. Vader, help ons in de verkondiging van het woord, dat het een geweldige zegen mag zijn voor ieder van ons. Vader, onze hoop is op u. In Jezus' naam. Amen. Amen. U mag opzoeken vast in uw Bijbel, Psalm 147. Psalm 147. En daar lezen wij: Halleluja. Het is immers goed om voor God onze God psalmen te zingen. Want dat is lieflijk. Hem past een lofzang. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart. En hij verbindt hen in hun leed. Hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze alle bij hun naam. Ik ben de laatste tijd wat meer geïnteresseerd in de sterren. Ik weet er maar heel weinig van. Maar toch wat dingetjes opgezocht en gelezen en gedaan. En ja, dat is onvoorstelbaar als je dit leest. Hij telt het aantal sterren. En hij noemt ze alle bij hun naam. En onze Heere, en daarom staat hij er ook bij, onze Heere is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. De Heere houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernedert hij tot de grond toe. Zing de Heere een beurtzang met dankzegging. Zing psalmen voor onze God met de harp. Die de hemel met wolken bedekt, die de aarde van regen voorziet. Die het gras op de bergen doet groeien. Die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard. Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. Maar de Heer is goedgezind voor wie hem vrezen. En op zijn goede tierenheid hopen. Jeruzalem, roem de Heer. Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij doet in uw gebied vrede heersen. Hij verzadigt u met het beste van de tarwe. Hij zendt zijn bevel naar de aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit rijp uit als as. Hij werpt zijn ijs als stukken, wie is bestand tegen zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet dat alles smelt. Hij doet zijn wind waaien, de wateren stromen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij bij geen enkel ander volk gedaan, want die kennen zijn bepalingen niet. Tot zover het weerwoord van onze God. Let ook op dat laatste vers, wat hier staat. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Dus het hele bijzondere volk wat hier genoemd wordt, is het volk Israël. Volk Israël, daarvan staat geschreven, zo maakt, hij maakt aan Jacob zijn woorden bekend. En aan Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Dus de wil van God, de wil van God voor deze hele wereld, want het gaat over de wereld en het gaat over het heelal. Maar de wil van God is in eerste instantie bekendgemaakt aan Israël. En daar gaat ook vandaag de verkondiging over met het thema God zorgt voor zijn volk Israël. Heel vaak mag ik merken dat, ik wil iets meer versterking hebben. Heel vaak mag ik merken dat de Heere God ook duidelijk maakt waar je over mag preken. En dat was vandaag ook weer duidelijk deze week. Zowel dingen die bij elkaar komen, waarbij het vandaag heel duidelijk was om
over Israël te spreken. Misschien heeft dat er ook mee te maken omdat we pas, waar we normaal altijd wel aandacht aan besteden, het Purimfeest hebben gehad. Maar we zijn er eigenlijk niet aan toegekomen dat we toen net die doopdienst hadden. Maar dat is juist altijd wel een mooi moment om stil te staan bij de historie van het volk Israël. Voor degenen die nog nooit van het Purimfeest hebben gehoord, moet ik daar dan even iets over zeggen in een paar zinnen. Het Purimfeest is het feest waarbij gevierd wordt dat het volk Israël op het nippertje is gered van uitroeiing. En dan hebben we het niet over de Tweede Wereldoorlog, daar kom ik straks uitgebreid op terug. Maar dan hebben we het over een tijd, in de tijd van Esther, de tijd van een zekere Haman. Haman die een vreselijke jodenhater was. En Haman had een plan bedacht om het volk Israël uit te roeien. En ten nauwe nood heeft God dat op een bepaalde wijze verhoed. Zodat nog eens Purim vieren, we hopen het volgend jaar gewoon weer te doen. Maar dan zal ik daar meer over vertellen. Er staat ook een preek op YouTube over Purim, dus als je wil weten wat het is, je schrijft dat P-O-E-R-I-M. Je kan het ook met een U schrijven, maar volgens mij staat het op de website met een O en een E. Purim. En dan kun je daar eens naar luisteren. Heel, heel mooi, want dat heeft ook heel veel betekenis voor ons, voor ons leven. In ieder geval hebben we al heel vaak gezien, en zie je ook in dat verhaal, maar zie je ook in de hele geschiedenis, dat God op bijzondere wijze zorgt voor zijn volk. En daarom is het ook een thema van vandaag, Gods trouwe zorg voor zijn volk. Ik had eerst als thema Gods trouwe zorg voor zijn volk Israël. Maar ik denk, ja, maar het is ook breder. We mogen ook als niet-Joden, mogen wij ook bij het volk van God horen. Dus daarom heb ik het wat ingekort en heb ik dat zo gemaakt voor zijn volk. En soms kun je wel eens gedeeltes lezen in de Bijbel waar opeens je ogen voor open gaan. En dat was bijvoorbeeld voor deze Psalm 147. Want Psalm 147 heb ik heel vaak gelezen. Ik heb Psalm 147 ook heel vaak geciteerd. Juist ook in de berijmde versie. Als ik daarmee u wilde bemoedigen. Hij heelt gebrokenen van harte. U hebt me dat vaak horen zeggen. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Prachtige regels. Leer ze maar uit uw hoofd. Schitterend kan een bemoediging voor u zijn. Als u voelt dat u een gebrokene bent van hart. En daarmee mag je dan bemoedigd worden. Dat God zorgt voor de gebrokenen van hart. En er zijn heel wat mensen die een gebroken hart hebben. Dat is niet alleen als een liefde is beëindigd. Maar het is ook, ja, als er bepaalde dingen in je leven zijn gebeurd die jou diep hebben geraakt. Dan kun je gebrokenheid van hart ervaren. Dus ja, daar heb ik vaak met u over gesproken. Over de genezing van de gebrokenheid van hart. Maar de context viel me pas eigenlijk nu op, nu ik met het onderwerp bezig was. De context van die woorden, hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden, dat passen wij op onszelf toe. Ah, gelukkig, de Heere heelt mijn gebroken hart. Dat is mooi, maar kijk eens wat er staat, in welk verband het staat, Psalm 147. Eerst komt vers 2. En in vers 2 staat, de Heere bouwt Jeruzalem op. We hebben het ook net gezongen. De Heere bouwt Jeruzalem. Kwam hier letterlijk vandaan. De Heere bouwt Jeruzalem weer op en hij verzamelt Israëls verdrevenen. En dan komt de Heere geneest de gebrokenen van hart. Dus de gebrokenen van hart, waar hierover gesproken wordt, betreft in eerste instantie het Joodse volk. Het volk van Israël, dat staat hier. De Heere bouwt Jeruzalem op, hij verzamelt Israëls verdrevenen. Want waar is hier sprake van? Deze psalm is waarschijnlijk gemaakt na de Babylonische ballingschap, of misschien wel tijdens, maar in ieder geval rond die periode. En dat verklaart ook waarom hier gesproken wordt over de verdrevenen van Israël. Ze waren verdreven, ze waren in ballingschap, ze werden aangevallen door de vijanden, ze waren verstrooid, ze hadden nergens een vaste plek. En overal waar ze kwamen, waren ze niet welkom. Dan gaan we straks nog tot onze schokkende ervaring gaan we dat straks eens even zien. Overal waar Israël kwam, waren ze niet welkom.
En dat als je van huid en haard verdreven bent, dan kan je hart gebroken zijn. Er zijn hier verschillende mensen uit het AZC die misschien wel een gebroken hart hebben. Die hun geliefde hebben moeten achterlaten in het land waar jullie vandaan komen. Jullie komen van ver en dan is er vaak van alles en nog wat gebeurd. Dan kun je een gebroken hart hebben. En dan wil God dat gebroken hart herstellen. Maar eerst wil God het gebroken hart van zijn volk Israël herstellen. Dat is de volgorde. En daar moeten we vandaag met elkaar over nadenken. En wij mogen die woorden op onszelf toepassen, dat God het ook bij ons wil doen. Maar eerst gaat het hier over Israël, dat in ballingschap was weggevoerd en met een gebroken hart hebben moeten zien dat de tempel werd verwoest. En dat de muren van Jeruzalem werden omvergegooid en in brand werden gestoken. Het was één grote ruïne, was er achtergebleven van Jeruzalem. En daarom is het zo mooi wat hier staat. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. En Jeruzalem staat hier eigenlijk symbool voor het hele volk van Israël. Jeruzalem als hoofdstad wordt door God opgebouwd. Maar dan moeten wij ons ook realiseren, en misschien juist wel onze vrienden uit moslimlanden, juist onze vrienden uit moslimlanden, moeten zich ook realiseren, maar ook de christenen die ook geen best verleden hebben met betrekking tot Israël. Wij moeten ons realiseren, God bouwt Jeruzalem weer op. En die verdrevenen uit Israël die overal verstrooid zijn over de hele wereld, die worden door God weer verzameld. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat gaat vaak onder grote druk. En waarom is dat? Nou, gemeente, dat heeft er ook wel mee te maken. Anders gaan heel veel Joden ook niet zich laten verzamelen. Anders gaan ze ook helemaal niet naar Israël. Ik weet dat er in Amerika miljoenen Joden wonen. Maar die wonen daar buitengewoon naar hun zin. Die hebben het daar hartstikke naar hun zin. Die hebben echt geen zin om terug te gaan naar Israël. Die hebben daar een baan, die hebben daar een gezin, die hebben daar kinderen en weer kleinkinderen. En ja, dat is daar getrouwd met Amerikanen en dat loopt zo. En daarom lopen de Joden uit Amerika niet hard om terug te gaan naar Israël. De Joden uit Rusland lopen wel hard om terug te gaan naar Israël. Waarom? Daar worden ze onderdrukt. Daar worden ze getreiterd. Daar is veel antisemitisme. Daar zijn knokploegen van Poetin. Die buitenlanders aanpakken en in elkaar slaan. En helemaal als het Joden zijn. Daar kun je na een bepaalde tijd niet zomaar naar Moskou lopen als je een Jood hebt. Je hoeft helemaal niet een keppeltje op je hoofd te zetten. Dat hoef je helemaal niet te doen, want dan word je gewoon in elkaar gerost. Gelukkig is die verschrikkelijke kerel Sirinovski van jaren geleden alweer. Maar hij heeft nog eens een poging gedaan, nog niet zo eens zo heel erg lang geleden. Maar die wilde als ultranationalist, wilde hij eigenlijk de baas worden over Rusland. En die zei het gewoon keihard, dat hij alle Joden, huppata, eruit zou bonjouren. De Jodenhaat over deze hele wereld is groot, is aan het toenemen. En dat is vreselijk, en daar komen we straks op terug, daar moeten we niks mee te maken hebben. Maar God gaat dat wel gebruiken, gemeente, om zijn volk te verzamelen. Zelfs, broeders en zusters, door zo'n verschrikking als de Shoah heen, de Holocaust, de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, zelfs die verschrikkingen hebben ervoor gezorgd dat 3 jaar later de staat Israël is opgericht, in 1948. Dat zou nooit gebeurd zijn zonder die situatie met de Tweede Wereldoorlog. Het land van Israël was in handen van de Arabieren, onder het mandaat van de Engelsen. En daar konden ze niet terecht. Dat was verboden terrein eigenlijk. Ja, er waren wel wat Joden, maar dat stelde niet zoveel voor. Maar juist doordat die verschrikkingen van de oorlog plaatsvonden, was er daarna enigszins de bereidheid om een begin te maken met de staat Israël. En het is onvoorstelbaar, maar toen de eerste Joden het land introkken en hun staat wilden oprichten, werden ze met veel wapengekletter ontvangen. Er was eigenlijk gelijk een oorlog. Gelijk waren er talloze vijanden die probeerden om notabene die paar Joden, verhoudingsgewijs die van de Tweede Wereldoorlog nog waren overgebleven, om het werk van Adolf Hitler proberen af te maken. Ze waren niet welkom in hun eigen land. God heeft er een stokje voor gestoken en God heeft ervoor gezorgd
dat zijn volk Israël in stand bleef. En dat de staat Israël door een groot wonder van God een feit werd. En daarna is dat talloze keren aangevochten. Op schandalige, op smerige, op gemene manieren hebben de vijanden geprobeerd om dat Joodse volk alsnog aan te pakken. Heel bekend voorbeeld is natuurlijk de oorlog in 1967. Waar op een hele gemene manier, juist op een hele belangrijke feestdag van de Joden, als het hele land plat ligt, om juist dan een oorlog te beginnen. Waar niemand op dat moment mee bezig was, de bekende Yom Kippur oorlog. En zo is er ontzettend veel over te zeggen. Als we kijken naar die geschiedenis, dan zijn er werkelijk honderden vijanden in de loop van de geschiedenis geweest, gemeente, die hebben geprobeerd om het Joodse volk uit te roeien. En het is ze soms bijna gelukt. Maar de Gods genade, omdat Hij ervoor heeft gezorgd dat er een rest overbleef, dat er een overblijfsel overbleef, is dat niet gelukt. Maar nog maar heel kort geleden, in de jaren 40 van de vorige eeuw, was dat bijna zo ver geweest dat de Joden waren uitgeroeid. Het is dat God zijn profeet Ezechiël heeft laten profeteren in Ezechiël 6. Ik zal een rest doen overblijven, zegt de Heer. Door dat enige van u aan het zwaard ontkomen, onder de volken zullen wonen, wanneer gij in die landen verstrooid wordt. God zegt, ik zal een rest doen overblijven. Een rest? Ja, wat is een rest? Kinderen, als je aan het eten bent en je hebt nog wat op je bord liggen, dan is dat een rest. Dan heb je het bijna allemaal op, maar dan blijft er nog een restje liggen, anders is het geen rest. Als je de helft van je eten op je bord laat liggen, is dat geen rest. Een rest wil zeggen, het is een klein deel. En sorry voor de vergelijking, maar zo is het eigenlijk ook met het Joodse volk. Er was na de Tweede Wereldoorlog echt nog maar een klein deel over. Te danken aan de mensen die bereid waren om wat Joden op te vangen, te laten onderduiken, door wonderen, allerlei dingen, door Gods genade hebben voorkomen dat niet het hele volk van de Joden was uitgeroeid. Het is zelfs zo, gemeente, dat in de concentratiekampen, dat ze haast gingen maken toen ze zagen dat de oorlog bijna ten einde was. Dan zou je zeggen dat ze dan denken, nou gaan we eens even proberen, dan geven ze nog wat te eten. Of dan laten ze nog even, het is nou toch bijna voorbij de oorlog, we hebben toch verloren. Nee, deze, ik heb sorry voor het woord, maar deze schoften, ik kan het niet anders zeggen. Die zagen, die hoorden de radioberichten dat het einde van de oorlog eraan kwam, dat Hitler verloren had op talloze fronten. En dan waren die kampbeulen erbij en die gingen de uitroeiing nog even versnellen. Nog zoveel mogelijk mensen proberen dood te krijgen en uit te roeien. Omdat ze wisten dat er toch geen redding meer aan was. Verschrikkelijk. Dat heeft het Joodse volk allemaal moeten meemaken. En in het begin was de bedoeling van Adolf Hitler nog dat het Joodse volk in ieder geval uit het Duitse Rijk weg was. Maar ja, en als ze dan maar weg waren. Maar ja, op een gegeven moment had hij het plan opgepakt om niet alleen dat Duitse Rijk was groter dan Duitsland alleen. Hij wilde een groot nieuw Romeins Rijk maken. En eigenlijk nog groter dan de Romeinen ooit in bezit hebben gehad. En daarom wilde hij een soort demonisch duizendjarig rijk oprichten. Had hij het ook over 1000 jaar, Duitsland über alles. En dan ging hij aan de gang en hij nam allerlei landen in. Dus dat betekent dat als de Joden uit Duitsland weg moeten en ze vluchten, ik noem maar wat, naar Polen. Ja, maar Polen werd ook geannexeerd, dus dan moeten ze ook uit Polen vluchten. En als ze dan zouden vluchten naar Rusland, dat is ook niet de bedoeling, want hij wilde ook Rusland innemen. In zijn naïeve hoogmoed. En daarom was de eindconclusie, na een paar jaar oorlog, er is voor de Joden helemaal geen plaats. Helemaal nergens. We geven ze ook niet de gelegenheid om te vluchten naar Israël, of naar weet ik van wat voor land. Ze zijn nergens welkom. Het zijn ook geen mensen. Het zijn ratten. Ze lijken op mensen. Ik heb zelf een toespraak gehoord van zo'n nazi. Ze hebben de uiterlijke verschijning van een mens. Maar vergis je niet, het zijn ratten. En ratten moeten worden uitgeroeid, want ratten verspreiden besmettelijke ziektes. Wat had God tegen Abraham gezegd, gemeente?
God had gezegd, ik zal jouw volk maken. Ik zal jouw nageslacht maken als het zand van de zee. Genesis 22, vers 17. En dat is toch wel een indrukwekkend beeld. Ik zal u rijk zegenen. Zegt God daar tegen Abraham. En ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren van de hemel en als het zand van de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Nou is dit natuurlijk een metafoor, want het aantal Joden over de hele geschiedenis gezien is natuurlijk lang nog niet zoveel als alle zandkorreltjes. Maar in ieder geval, het beeld is duidelijk. Er zal zoveel nageslacht komen uit Abraham, te vergelijken met een ontelbare hoeveelheid als bijvoorbeeld het zand van de zee. Maar wat is nou het kenmerkende, kinderen? Wat is nou het kenmerkende van het zand van de zee? Heb je wel eens gekeken hoe dat gaat? Als de zee met grote golven komt aan te rollen en de branding stort zich op het strand, dan moet je eens kijken wat er met dat zand gebeurt. Dan zie je dat het zand helemaal wordt omgewoeld. En dat heel veel zandkorreltjes, miljarden zandkorreltjes, als zo lijkt het, worden meegesleept de zee in. En dan toch blijft er altijd een onnoemelijke hoeveelheid zand liggen. Dat is eigenlijk een mooi beeld voor het volk Israël. Die zee is te vergelijken met al die talloze vijanden van Israël. Elk seizoen, elk jaar, elke periode uit de geschiedenis beukt de zee van al die verschillende vijanden in de branding op het volk Israël, op het zand van de zee. En elke keer zien we dat daar een hoop zandkorrels worden meegesleurd in die strijd. Een hoop Joden vinden het einde, een hoop Israëlieten zijn gestorven. En toch, God zorgt voor een rest. God zorgt dat er een deel overblijft. God zorgt dat de zand blijft liggen. En God zorgt dat ook in de eindtijd het Joodse volk zal overblijven, een rest. We zullen straks zien waarom dat nodig is. En al helemaal in het begin, gemeente, als je in de Bijbel leest, dan zie je dat de vijand het gemunt heeft op Israël. Ik was een paar treffende hoofdstukken aan het lezen met betrekking tot het volk Israël als ze in de woestijn zijn en op weg naar het beloofde land. En het is schrijnend om te zien wat er dan gebeurt. Er komt op een gegeven moment de situatie, jongens en meisjes, dat het volk Israël, we weten dat, ze moeten door de woestijn trekken. Jullie hebben die verhalen allemaal wel eens gehoord. Ze moeten door de woestijn trekken. En dan moeten ze wel eens door een gebied van een ander volk. Want ze zijn op weg naar het beloofde land. En je wil altijd de kortste weg kiezen. Dat zou jij ook willen. Je wil de kortste weg. En wat gebeurt er? Ze komen op een gegeven moment bij een gebied. En dat gebied is van de koning van Edom. De Edomieten werden die genoemd. En dan moet je weten, kinderen, en volwassenen ook. Edom, ja, is eigenlijk een ander woord voor Esau. Esau en Edom, daar wordt dezelfde mee bedoeld. De Edomieten zijn de afstammelingen van Edom. En dat moet je even weten, want anders snap je dat niet. Maar dat is de reden waarom Mozes iets heel apart zegt. Hij wil dus door het gebied van de Edomieten trekken. Hij wil dus door het gebied van de nakomelingen van Esau trekken. En Esau was de broer van Jacob. De Joden komen uit Jacob voort. De Edomieten komen uit Esau voort. Dus je zou kunnen zeggen, het zijn broers van elkaar. Het zijn broedervolkeren. En dat is precies wat Mozes zegt. Kijk maar eens wat hij zegt. Mozes stuurde uit Kades bode naar de koning van Edom met de boodschap, dit zegt uw broeder Israël. Dat zegt hij niet tegen de andere volkeren, dat zegt hij tegen de Edomieten. Uw broeder Israël. Dus Mozes is heel hartelijk. Hij zegt, Edomieten, koning van Edom, eigenlijk ben je mijn broer. Heel ver weg, maar Jacob en Esau waren broers en jij komt van Esau en wij komen van Jacob, de afstammelingen. Dus u weet zelf van al de moeite die ons getroffen heeft. Dus Mozes zegt, joh, je weet wat er gebeurd is. Dat we 430 jaar in slavernij hebben geleefd in Egypte. Je weet met hoeveel moeite we uit dat land Egypte zijn getrokken. Je weet wat een vreselijke reis we hebben gehad door de woestijn. En nou zijn we bijna bij het beloofde land. Want als je op de kaart kijkt, dan,
ligt het beloofde land, nou ja, het is nog een eind lopen, maar het is, je schiet al aardig op. Het ligt een beetje in de punt van Israël, daar onder die woestijn, daar ligt, lag dan vroeger dat gebied van Edom. En dan, ja, we willen zo graag door dat land heen trekken. En dan zegt hij er wat bij, laat ons toch alsjeblieft door jouw land trekken. Wij zijn toch broeders. Wij zullen niks van je afpakken. Wij zullen niet door je akkers of wijngaarden trekken. En ondertussen die mensen als ze honger hebben allemaal druiven pakken. Al die honderden en al die duizenden mensen, ja, als die allemaal de druiven gaan pakken daar, dan blijft er niks meer van die oogst over. Dat zullen wij niet doen, zegt Mozes. Wij zullen niet eens water uit de put drinken. Waarom niet? De rotssteen Christus reisde mee. Amen, ja. Maar we zullen niet eens water uit de put drinken. We zullen de koninklijke weg nemen. Dat is mooi, daar kan je apart een preek over maken. De koninklijke weg. We zullen de koninklijke weg nemen. En wat was de koninklijke weg? Nou, dat heb je kunnen zien bijvoorbeeld bij de nucleaire top die er deze week in Nederland was. Daar kun je zien wat de koninklijke weg is. Dat alle zijpaadjes worden afgesloten, de mooie grote hoofdwegen worden helemaal in orde gemaakt, alle vuilnisbakken aan de kant, al het vuil aan de kant. Als er bobbels in de weg zijn, wordt het allemaal weggehaald. Er wordt een grote rode loper uitgelegd voor de hoogwaardigheidsbekleders. Dat is de koninklijke weg. De mooie, rechte weg zonder de zijpaadjes. Zonder zicht op verkeerde en foute dingen. De koninklijke weg is de hoofdweg. De snelweg, zou je zeggen. Dus wat zegt Mozes hier? Wij zullen alleen op de hoofdweg blijven. Wij zullen nergens aan de zijkant ergens een put opzoeken of wat eten. Of iets van jullie koeien pakken of wat dan ook. Nee, wij zullen de koninklijke weg bewandelen. Wij zullen niet naar links of naar rechts afwijken totdat wij door uw gebied getrokken zijn. Dus wat heb je nou te vrezen, koning van Edom? Mogen wij alsjeblieft, als jullie eigen broedervolk, de kortste weg naar het beloofde land gaan. Wij zullen jou geen kwaad doen. En we zullen niks van je afpakken. En wat zegt de koning van Edom? U mag niet door mijn land trekken, anders ga ik u met het zwaard tegemoet. Israël is niet welkom. Israël wordt afgewezen door zijn eigen broeder. Gemeente, hoe akelig is het om erachter te komen dat je niet welkom bent? Hoe akelig is het om erachter te komen dat je afgewezen wordt? Wij vinden dat zelf ook allemaal verschrikkelijk. Afwijzing is een van de vreselijkste kwalen waar mensen mee te maken hebben, waar ze jaren daarna nog last van hebben. Volk Israël weet niet anders dan altijd afgewezen te worden. De Israëlieten waren te veel in Egypte en daarom moesten ze vluchten. Ze waren te veel voor de Edomieten, die toch hun broeders zijn. Ik heb al gezegd, die koninklijke weg bewandelen, wat dat betekent. Maar het is zelfs ook een uitdrukking in het Nederlands. We gebruiken het niet meer zoveel, maar het staat ook echt in de dikke Vandalen. De koninklijke weg bewandelen. Dat betekent dat je, jongens, aandacht hier. De koninklijke weg bewandelen, dat betekent dat je de kortste, de snelste weg naar je bestemming realiseert. Het betekent eigenlijk de officiële weg. De royale manier van doen, van leven. De kortste weg. De gebruikelijke manier. Je zou dus met een woordspeling kunnen zeggen, de Israëlieten waren recht door zee. Even over nadenken. Ze waren recht door zee. Ze waren recht door die zee gegaan. Ik leg hem er even uit. Ze waren recht door die zee gegaan en zo waren ze op die koninklijke weg, die wilden ze gaan. En nou wil God van ons gemeente dat wij die koninklijke weg gaan. Weet je wat voor ons de koninklijke weg is? Dat is de weg van koning Jezus. Dat is de rechte weg. En waarom is dat nou zo belangrijk? Wel nu, ik heb het wel eens vergeleken. En hou dat beeld maar even over ogen. Ik heb dat wel eens vergeleken met een rechte weg. Maar wel een smalle weg. Het is een rechte weg. En als je in de verte kijkt, dan zie je Jezus staan.
En Jezus zegt, je moet de koninklijke weg bewandelen. Je moet de weg van Jezus gaan. En er staat een prediker, die staat jou aan te moedigen. En die zegt, je moet die weg, je moet deze weg gaan. Denk erom, doe dat nou. Ga deze weg. En we hebben vorige week gezien dat het dan zonde is als wij dan zeggen, ja, maar dan maak ik zelf wel uit wat voor weg ik ga. Dat doe ik zelf wel. Nee, dat wil God niet. God wil dat zijn dienstknecht daarin de rechte weg wijst, omdat Jezus aan de andere kant van die weg staat en zegt, dat is de rechte weg, die moet je gaan. Dat is de koninklijke weg. Maar gemeente, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Concentreer je, ja. Wat gebeurt er nou? Als aan de zijkant van die weg, staan allemaal huisjes met smoezelige vieze ramen, zwart gepekte muren. En uit die vieze ramen schreeuwen talloze vijanden van God, talloze vijanden van Jezus. Talloze boze geesten, duivelen, demonen. En ze schreeuwen je voortdurend om je aandacht. En ze zeggen de hele tijd, je moet die weg niet gaan. Denk erom, nee, niet doen, je moet dit doen, je moet dat doen. En wee degene die daarnaar luistert. Wee degene die luistert naar de leugens van de Satan. Die in al die raampjes naar je schreeuwen. God zegt, je moet de koninklijke weg gaan. Je moet de rechte weg gaan. Achter Jezus aan. Ga die zijspoortjes niet op en die zijweggetjes niet in. Maar ga de weg van de Heer Jezus Christus. Dat is de koninklijke weg. En luister niet naar de leugens van de duivel, gemeente. Mozes snapte niks van. Waarom mag hij nou niet door het land van zijn eigen broeders? Hij wil helemaal niks doen. Hij wil nog geen druif van de wijnstok plukken. Waarom mag dit niet? Hij snapt er niks van. En dan zegt hij ook in vers 19. Dan zegt hij, ja maar waarom zou je nou met het zwaard ons tegemoet gaan? Koning van Edom. Jullie zijn toch onze broeders? Wij zullen echt langs de hoofdweg trekken. En als wij van uw water drinken en ik en mijn vee, dan zal ik daarvoor de prijs betalen. Dus stel dat we dan toch wat moeten drinken. Dan zegt Mozes, dan betalen we u daar toch gewoon netjes voor. Ik wil alleen maar te voet doortrekken, meer niet. Maar geef dat nou. Maar hij zei, u mag niet doortrekken. Toen hadden ze nog geen wc, dus dat betekent dus dat je door dat land zou trekken. Ja? U mag niet doortrekken. En Edom trok erop uit, hem tegemoet, met een zwaar bewapend volk en met sterke hand. Zo wordt het volk van God bejegend en benaderd. Eén hoofdstuk verder, eenzelfde situatie, hoofdstuk 21. Maar dan de koning van Och, of de koning van Bazan, zijn naam is Och. En dan moet Mozes het weer vragen, vers 22. Hij zegt, laat mij door uw land trekken. Wij zullen niet afwijken door akkers of wijngaarden. We zullen geen water drinken uit jullie putten. We zullen langs de koninklijke weg gaan, totdat we uw gebied doorgetrokken zijn. Maar kijk eens, maar Sion stond het Israël niet toe door zijn gebied te trekken. Maar Sion verzamelde al zijn volk weer zo'n vijandige houding. Trok erop uit, Israël tegemoet, naar de woestijn. En hij bond de strijd aan met Israël. Vechten, vechten, vechten. En als je dan verder leest, gemeente, hoofdstukken daarna, dan krijg je het verhaal van Biliam. Die wordt ingehuurd om het volk Israël te gaan vervloeken. En dan is dat weer. Dat is weer de Moabieten. De Moabieten die we niks van Israël moeten hebben. En zo kunnen we een hele waslijst maken van vijanden van Israël. Dan zijn het weer de Amalekieten. Dan zijn het de Filistijnen. Dan zijn het de Moabieten. Dan zijn het de Syriërs. Dan zijn het de Egyptenaren. En ga zo maar door. En veel later de Grieken en de Romeinen. De hele Arabische wereld. En allemaal gericht op dat piepkleine landje Israël. Ik heb daar een grappig plaatje, grappig, het is een beetje een ironisch plaatje. Maar daar wordt even aangegeven. Nou ja, kun je me een beetje vergroten? Ja, je moet even een beetje goed kijken. Maar hier zie je dat kleine landje Israël. En die zie je al die wapens gericht
op Israël. Iran, Irak, Syrië, Hezbollah, noem maar op. Allemaal gericht op Israël. En dan zeggen ze, forgive us if we seem a bit paranoid. Maar goed, het gaat even om het plaatje. Dat kleine landje Israël. Daarvan zeggen de vijanden. Wij willen dat dat volk Israël in de zee wordt gedreven. Wij willen daar vanaf. Wij haten dat volk Israël. En nou is de vraag, kinderen en volwassenen, broeders en zusters. Waarom heeft Israël nou zoveel vijanden? Waarom heeft iedereen nou, lijkt het een hekel aan Israël? Nou, de antwoord is heel simpel. Dat is omdat de duivel erachter zit. Omdat God heeft gekozen voor zijn volk Israël. Omdat God heeft gezegd, ik heb dat volk uitgekozen. Ik heb dat volk apart gezet. God zegt, ik kies dit volk uit. Vraag me niet waarom. Dat is Gods keuze. En God zegt later ook, hij zegt het niet zo letterlijk als ik, maar je zou het zo kunnen lezen, dat God zelf zegt, vraag mij ook niet waarom. Want er is niks in dat volk waarom ik dat zou uitverkiezen. Dat volk is niet beter dan de Nederlanders of dan de Engelsen of wat dan ook. God zegt, ik heb dit volk gewoon uitgekozen om door Israël heen mijn naam te verkondigen en mijn heil over deze aarde te laten komen. Broeders, zusters, waarom is Israël nooit ergens welkom? Omdat bij de duivel alles wat van God is niet welkom is. Zo simpel is het. Alles wat bij God hoort, is bij de duivel niet welkom. Dus als wij verhalen horen over Israël, en we horen dat er heel veel negativiteit over Israël wordt verkondigd, dan moeten we altijd eerst nadenken, klopt dat wel? Toevallig was er gisteren, ik kijk even naar onze vrienden uit Iran, toevallig was er gisteren een klein stukje van een documentaire, waarbij mensen uit Iran stonden te roepen, dood aan Israël, dood aan de Verenigde Staten, dood aan Amerika. Maar je zag aan die mensen dat het niet van harte ging. Ze stonden het te roepen. Maar ja, je hebt wel ook wel eens van die Hezbollah mensen gezien en die staan daar. Nou, dan zie je dat het van harte gaat. Dat komt uit hun tenen. Maar deze mensen uit Iran, die stonden dat te roepen. Het was er een journalist. En die liep naar zijn vrouwtje toe. En die zei van, joh, waarom doen jullie dit nou? Elke dag staan jullie hier dit te roepen. Dood aan Amerika en dood aan Israël. Toen zei die vrouw, waar ze misschien iets waar ze de doodstraf misschien wel voor kan krijgen. Ze zei, wij moeten dit van onze overheid doen. Als wij dit niet doen, dan krijgen we een gevangenisstraf. Wij moeten elke dag, om deze tijd, moeten wij hier komen om te roepen, dood aan Israël, dood aan Amerika. Wij willen dit helemaal niet meer. En dat kon je ook als ze merken. Er zijn dingen gaande in zo'n land als Iran. We moeten bidden voor het Iraanse volk, ook het Afghaanse volk. Maar we moeten bidden voor deze mensen. Ik heb verschillende mensen uit Iran gesproken die zeggen, wij willen dat helemaal niet, dat Joden haten. Dat willen we helemaal niet. Dus wij moeten niet gaan denken, gooi maar een atoombom op Iran, dan zijn we daar vanaf van die Jodenhaters. Nee. Dat is maar een kleine groep van die overheid die dat zo doet. En mensen die daarin zijn meegenomen en die door leugens totaal gehersenspoeld zijn. Maar de meeste van die mensen zijn gewoon hartstikke fijne, lieve mensen. We hebben een paar in onze gemeente. Dat is geweldig dat ze hier zijn. Je moet er niet aan denken dat daar een atoombom voor wordt gegooid. En dat zo'n heel volk wordt uitgeroeid. Dat is net zo fout. Je moet er goed over nadenken. En daarom, gemeente, zo zie je dat de machten van de duisternis alles in het werk stellen om door de leugen heen, ja, mensen tegen elkaar op te zetten, volkeren tegen elkaar op te zetten. Waarom
wordt dat kleine landje Israël, zoals we net dat plaatje hebben gezien, zo in de mangel genomen. Waarom wordt dat zo kapot gemaakt? Omdat God door dat volk heen vrede gaat brengen over deze aarde. En dat is iets wat de duivel niet wil. Jezus gaat vrede brengen over deze hele aarde. Vanuit Jeruzalem zal de vrede als een waterval over deze aarde stromen, gemeente. En de duivel haat dat. Dus hij doet alles om Israël kapot te maken, in de mangel te nemen, zodat die belofte van God zo lang mogelijk zal worden uitgesteld. En dan maakt het hem niet uit of hij daar moslims voor gebruikt, of dat hij daar christenen voor gebruikt. Want we hebben het net over dat Edom gehad, over die Edomieten gehad. Dat was een broedervolk. Maar weet je wat nou zo opmerkelijk is? En dan kijk ik even naar onze ex-moslims en dan kijk ik naar de christenen. Weet je dat wij eigenlijk, moslims, ex-moslims en christenen, de broedervolkeren zijn van Israël? De islam, de islamieten, die komen van Ismaël. Dat zit al in het woord, Ismaël. Islam komt uit van het stamwoord Ismaël. Ismaël was een broer van Isaac. De Joden komen uit het volk, of het volk van de Joden komt voort uit Isaac. De islamieten komen globaal gezien, een beetje grof geschetst, maar die komen uit Ismaël voort. Maar het zijn dus eigenlijk broeders. Het is heel apart dat zowel de Joden als de moslims de besnijdenis kennen, geen varkensvlees eten, heeft daarmee te maken. Het zijn broeders. En wij christenen, wij zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus broeders geworden van Israël. We zijn ingelijfd in de edele olijfboom Israël. Dus wij zouden juist, de christenen en de moslims, zouden juist degene moeten zijn die Israël zegenen. Die het opnemen voor Israël. En nou zijn dat juist ook twee grote vijanden van Israël geworden. Hij zou zeggen, wij christenen ook? Ja, wij christenen ook. Laat maar heel dicht bij onszelf blijven. Weten jullie dat zelfs Adolf Hitler op de koppelriemen van de SA-soldaten had laten zetten, God met ons, God met ons. Weten jullie dat op de nazi-bijeenkomst in het begin er een bekend pamflet van Maarten Luther werd getoond, met de bedenkelijke titel, De Joden en hun leugens. Het was een boekje geschreven door de christen Maarten Luther, die een vreselijke hekel aan Joden had. En opriep, of het liefst had, dat alle synagogen in Europa zouden worden verbrand. Het zijn dus niet alleen de moslims. Het zijn ook de zogenaamde christenen. En dan moeten wij ook weer niet gaan overdrijven, dat we nou gaan zeggen, nou ja, zoals pas Rabijn Evers, geloof ik dat hij het zei, of van de kamp heet hij, geloof ik. Die had gezegd, van, ja, vroeger werden wij doodgeslagen door de christenen en nu worden we doodgeknuffeld door de christenen. En ze hebben er geen van beide eigenlijk zin in. En dan moet je er dus ook op letten dat we nou dus niet een soort aanbidding voor Israël gaan krijgen en daarmee niks meer durven te zeggen van de dingen die daar fout gaan. We hoeven niet alles goed te keuren wat de Joden maar doen. Maar wat we wel moeten beseffen, gemeente, is wat Jezus zegt in Johannes 4, vers 22. Daar zegt hij het. De zaligheid, het heil is uit de Joden. Dat wij hier zitten, gemeente, dat wij Jezus hebben leren kennen, dat komt omdat wij het heil, de boodschap van het heil hebben gekregen van Joden. Jezus is een Jood. De apostelen die het evangelie in ons hebben doorgegeven, Johannes, Paulus, noem ze maar op, Petrus, het zijn Joden. En daarom, het heil is uit de Joden. Dat is wat Jezus zegt. En heil, dat betekent de bevrijding, de bewaring, de veiligheid, het behoud. Ook het bevrijding van de overlast van de vijanden. Het komt als een zegen voort uit het Joodse volk. Wij hoeven niet het Joodse volk te gaan aanbidden. Wij hoeven het Joodse volk niet te gaan vereren, zoals sommige Messiaanse gelovigen wel doen. Alles wat Israël... Ah, Israël! En ze, nou,
Ze drinken het in als een glas zoete wijn. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar wat we wel mogen doen, is het volk van God eren. Zoals je vader en moeder niet moet vereren, maar wel mag eren. Zo mogen wij Israël als onze aardse vader, zou je zo kunnen zeggen, mogen wij eren. Want, gemeente, er ligt een toekomst voor het volk van de Joden. Paulus profeteert dat. Hij zegt in Romeinen 11. Hij zegt, heeft God dan zijn volk Israël verstoten? Nee, absoluut niet, zegt hij. Ik ben ook zelf een Israëliet. God heeft zijn volk, dat hij tevoren kende, niet verstoten. En het volgende vers, daar lezen wij, er is in de tegenwoordige tijd een overblijfsel overeenkomstig de verkiezing van de genade. En zo zal heel, volgende vers, en zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal het zien komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Gemeente, er is een toekomst voor het volk Israël. God zal vrede brengen voor zijn volk. Waarom? Omdat God een verbond heeft gesloten. En wat zegt dat verbond? Vers 27. Dat verbond zegt, dit is mijn verbond met hen, zegt God. Wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Het is dus niet waar dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. Het is dus niet waar dat wij kunnen zeggen, nou het volk Israël heeft afgedaan. Wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Wij zijn het echte volk van God. Nee, gemeente. Er komt een toekomst, er is een toekomst voor Israël. Weet je wat er in de Bijbel staat? Het volk Israël is voor een bepaalde periode even apart gezet, even aan de kant gezet. Ik zou het zo willen zeggen, even stand-by gezet. Even stand-by, hij is gewoon aan. Het verbond met God is aan, maar hij staat stand-by. En als het heil voor de volkeren vervolmaakt is, als het heil aan de volkeren verspreid is en het evangelie is aan iedereen verkondigd, dan pakt God de draad met zijn volk Israël weer op. En het zal worden één kudde en één herder. Wij hoeven ons dus niet te verheffen boven het volk van de Joden. Nee, wij mogen weten dat er een toekomst is voor het volk Israël. En daarom, gemeente, is er zoveel haat en nijd ten opzichte van het Joodse volk. En daarom zijn in de Tweede Wereldoorlog er 6 miljoen Joden vermoord. Alleen omdat ze het uitverkoren volk van God zijn. Er zijn talloze Joden geweest die in hun gebed hebben gezegd, o God van Israël, mogen wij even een paar maanden niet uw uitverkoren volk zijn? Wilt u iemand anders even uitverkiezen? Want wij vinden het helemaal niet fijn om uw uitverkoren volk te zijn. En we kunnen het begrijpen. Als ze dag in dag uit te lijden hebben onder de verschrikkingen van de vijanden. Zoveel haat en nijd. Lieve mensen, Israël heeft nog maar heel weinig vrienden over. Er wordt wel gezegd dat Amerika een vriend van Israël is. Dat is denk ik ook wel zo, vooral omdat er heel veel Joden nog in Amerika wonen. Maar Kerry is laatst in het Midden-Oosten geweest en de Joden verdenken hem ervan dat hij toch meer op de hand van de Palestijn is dan op de hand van de Joden. Hij wordt een beetje bespot en dat is ook niet goed dat ze daar zo mee omgaan. Die man die probeert ook zijn best te doen. Maar er werd een beetje een persiflage gemaakt van die Kerry en er werd nagedaan. Ik vond het niet fijn. Maar weet je wat je ziet gebeuren, gemeente? Ik probeer er nog even de aandacht bij te houden. Ik preek niet vaak over Israël. Dus probeer er nu echt helemaal bij te zijn. Weet je wat je ziet gebeuren bij het Joodse volk? Dat is dat ze niet op hun God vertrouwen, maar het is dat ze vertrouwen op hun eigen kracht, op hun eigen leger, op hun eigen zwaar getrainde geheime dienst, de Mossad. Daar vertrouwen ze eigenlijk op. En voor hun gevoel moeten ze ook wel. Voor hun gevoel moeten ze iets, want ze zijn talloze keren aangevallen door de vijanden. Weet je, in de Bijbel staat een indrukwekkend verhaal van Job. Job moest vreselijk lijden. Job had alles verloren.
En weet je hoe je dit boek Job moet lezen? Job is een metafoor voor het Joodse volk. Job staat symbool, is een personificatie van het Joodse volk. Dus zoals Job moest lijden, zo moest Israël lijden. Maar zoals Job ook weer werd verhoogd, zo wordt het volk Israël weer verhoogd en in eer hersteld. Maar wat zegt Job dan op een gegeven moment? Dan zijn er nog een paar vrienden over, iedereen heeft hem in de steek gelaten. Maar er zijn er nog een paar vrienden over van Job. En die beginnen maar te praten tegen Job. Zoals wij misschien naar Israël praten, zeggen van ja, maar Jezus is de Messias en je moet dat zien, je moet dat geloven en dit en dat en hier bewijzen en noem maar op. Praten. En wat gebeurt er? Wat zegt Job op een gegeven moment? Dan zegt hij in hoofdstuk 16 vers 2, dan zegt hij, hij wordt zo moe, hij is doodziek en hij hoort met dat gepraat van zijn vrienden en allemaal hele disputen en hele discussies en uren zijn die vrienden aan het woord. En dan zegt hij, helemaal vermoeid, ik heb al vaak van zulke dingen gehoord, maar jullie zijn zulke moeitevolle vertroosters. Jullie zijn zulke slechte vertroosters, jullie kunnen maar slecht troosten. Als er iemand helemaal in tranen is, en wij zitten, ja, maar dit en dat en zus en zo, je gaat allemaal maar praten, dan zegt hij op een gegeven moment iemand die helemaal in tranen is, joh, ik hoor het niet eens meer, weet je, hou maar even je mond. Even een hand op mijn schouder is eigenlijk genoeg. Even met me meehuilen of even een tissue geven. Dat is eigenlijk al genoeg. Hou even op met praten. Jullie zijn van die moeilijke vertroosters. Dat zegt eigenlijk Israël ook tegen ons. En tegen de wereld om hen heen. Wij hebben zo weinig echte vertroosters. Troosten van volk Israël zit niet in het praten, maar zit misschien in de kleine dingetjes te doen. Jezus zegt een beker koud water, dat is al zoveel waard. Een beker koud water aan mijn discipelen, dat heb je voor mij gedaan, zegt hij tegen zijn volk. We kunnen maar moeilijk troosten. Misschien kunnen we voor Israël bidden. Ik heb hier een foto van een klein meisje. Als het gelukt is, denk het wel. Maak maar even wat groter. Ik denk dat niemand weet wie dit meisje is. Dat is niet Anne Frank, nee. Het is niet Anne Frank. Nee. Dit meisje zal niemand kennen, want er is niks over haar bekend. Behalve haar naam. En een leeftijd. Haar naam is Esther Frederica Polak. Geboren 26 januari 1937. Gestorven, of beter gezegd vermoord, in Auschwitz op 29 juli 1942. De gaskamers binnengebracht. Meisje van, is het 6 jaar, 5 jaar. Zo'n kindje. Dan krijg je toch koud om je hart, of niet? Juist nu God al duidelijk had gemaakt dat ik over dit thema moest spreken, daarom hoop ik dat u alle aandacht erbij hebt, kreeg ik een mail binnen waar onder andere deze foto op stond. Het heeft te maken met een actie die momenteel gestart is voor een namenmonument, een Holocaust namenmonument, die ze willen neerzetten in Amsterdam. Om alle Joden die in Nederland, uit Nederland zijn weggevoerd en niet meer zijn teruggekomen van de concentratiekampen die vermoord zijn. Zijn er nogal wat, ik meen 160.000. Verschrikkelijk. Maar in ieder geval, om al die namen in dat monument te zetten. Of ze daar nou in gekerfd worden, of ze worden daar met gegraveerde letters, ik weet het niet. Maar in ieder geval, er komt een monument waar al die namen in moeten staan.
opdat wij hun namen niet zouden vergeten. Opdat wij de naam van Esther Frederica Polak niet meer zouden vergeten. En dat kost €50. Voor €50 kun je één naam adopteren. En dan wordt ervoor gezorgd dat een naam in dat monument komt. Misschien is dat wel zo'n beker koud water. Misschien is dat wel, hoewel een schrale, maar misschien is dat wel een troost. Misschien is dat al een hand op de schouder van de gekwetste en gehavende en beschadigde Jood. Om de naam te adopteren. Helaas kunnen het meisje zelf niet meer adopteren. Zou dat mooi zijn. Het meisje nog zou leven. Ze zou weer binnenwandelen. En zou zeggen, wie wil mij adopteren? Ik denk dat er genoeg mensen zouden zijn die het zouden doen. Zo'n schatje. Maar we kunnen nog wel haar naam adopteren. En we weten niet, gemeente, wat de toekomst brengt. We hebben gezien daar in de Oekraïne. Rusland-Oekraïne. Wat er in een week tijd kan gebeuren. In een week tijd is er gewoon een heel gedeelte van Oekraïne ingepikt. We weten niet wat er kan gebeuren met deze zeer onvoorspelbare vos. Vladimir Poetin. En zijn opvolgers en zijn trawanten. Ze zijn onbetrouwbaar. De Jodenhaat, ja, die sluimert en die broeit. De Bijbel spreekt over Gog en Magog en we gaan er geen discussies over houden hoe we het allemaal zien. Maar veel verklaarders zien daarin toch in die beer van Rusland een slapende beer. Waarbij het niet lang hoeft te duren dat duizenden Joden moeten vluchten uit Rusland. En een heenkomen moeten vinden. We weten het niet, gemeente, hoe het zal gaan. Maar het zou zo kunnen zijn dat ze bij ons aankloppen. Het zou kunnen zijn dat we, net als in de Tweede Wereldoorlog, worden gevraagd om Joden op te vangen. En dan denk ik dat wij daartoe bereid moeten zijn. Hoe moeilijk het ook kan zijn om je privacy in te leveren. Zeker zo iemand als ik en Ine, wij zijn erg op onze privacy. Dat mag ook wel naar alles wat er gebeurd is. Maar dan hoop ik dat ik dan ook de kracht en de genade van God krijg om dat ook te doen. Dus ik sta hier niet te roepen, dat zullen we dan wel eens even doen. Laat ze maar komen. Nee. Alle voorzichtigheid. Mogen dan bidden. Biddend voorbereid zijn. Op dingen die er in de toekomst kunnen gebeuren. Mogen we onze kinderen leren. Hoe belangrijk het is om het volk van de Joden te zegenen. Om een lief te hebben. Misschien nog niet eens gelijk te bombarderen met Jezus en Yeshua en noem maar op. Mag gerust daarover vertellen. Maar misschien terughouden. Maar hen te zegenen. En hen lief te hebben. Te bidden. Voor de vrede. Voor Jeruzalem. Misschien worden we dan van moeitevolle vertroosters. Misschien worden we dan goede vertroosters. Liefdevolle vertroosters. Misschien, gemeente, zou het geweldig zijn als deze gemeente, waar je het kunt missen, €50 zou doneren voor dit Holocaust namenmonument. De computer zoekt een naam uit voor je. Je mag er ook zelf eentje uitkiezen. Maar je mag ook op een knop drukken. Dan zoekt de computer een naam uit en achter elke naam zit een verhaal. En misschien dat God wel iemand op je pad brengt uit die hele lijst van al die duizenden namen. Een verhaal van een jonge vrouw, een verhaal van een kind, een verhaal van een oude man. Gestorven in Auschwitz of waar dan ook. Zo een naam die gekoppeld wordt aan jouw naam. Een naam van een Jood of een Jodin of een Joods kindje. Opdat wij hen niet zouden vergeten. Opdat wij mogen troosten. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Zij komen aan, zegt de psalm. Door het goddelijk licht geleid. Dat is het Joodse volk. Zij komen straks in de toekomst aan door het goddelijk licht geleid. En dan gaan ze. Bij duizenden naar Jeruzalem. En dan zingen ze, laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Dat zal toch geweldig zijn, gemeente. En dan komt de Heer Jezus Christus terug. Dan gaan de wolken open.
Dan zien we hem in al zijn macht en majesteit en heerlijkheid. En dan komt hij op de Olijfberg. Dan zit hij daar zijn voet. En dan zal het heil vanuit Jeruzalem, vanuit Israël, over deze hele aarde zich verspreiden. Dat geen geweldige toekomst, gemeente. Hij komt om de aarde te richten. Weet je wat er van Job geschreven staat? Hij zondigde in dit alles niet. En hij zegt het in vers 25 van hoofdstuk 19. Ik weet, mijn verlosser leeft. Broeders, zusters. Jezus gaat de gebroken harten van zijn volk genezen. Hij heelt gebrokenen van harten. En hij verbindt ze in hun smarten. Hij gaat die harten, die gebroken harten van de Joden, gaat hij genezen. Die gaat hij herstellen. En hij zal hun leed, zal die verbinden. Dat woord verbinden, daar wil ik toch nog één dingetje over zeggen. Dat woord verbinden, dat wordt ook gebruikt als je een ezeltje of een paard opzadelt. Wij kennen het woord opzadelen. Maar als je bijvoorbeeld een zadel legt over een paard, volgens mij wordt hij aan de onderkant om zijn buik zo vastgemaakt. Zo. Om alles stevig te houden. En dan kun je er van alles aanhangen. Het opzadelen van een paard of van een ezel. En zeker een ezel die een heel hoop pakken moet meenemen. Ja, dan moet het allemaal heel erg goed vastzitten. Dat woord, dat Griekse woord, of dat Hebreeuwse woord, wordt hier gebruikt. Hij verbindt hun leed. Anders gaat dat zadel, dat gaat schuiven. Het is net alsof die arm die de bewijzen spreken bijna is afgehakt, dat die wordt verbonden, zodat hij op zijn plek blijft. Zodat hij op zijn plek blijft. Verbonden door de God van Israël. Opgezadeld met Jezus. Met de hechte banden van het eeuwigdurende verbond van de levende God van Israël. Vastgeklonken aan Gods belofte. Hij zal zijn volk oprichten. Hij zal Israël oprichten uit de vernedering, de afwijzing, het lijden. Ja, hij zal ze laten opstaan uit de geestelijke dood. Waarom weten we dat, gemeente? Omdat Jezus Christus de eersteling was die opstond uit het graf. En dan zal zijn volk hem volgen. Hij was de eersteling. Zijn volk zal hem volgen. En dan zullen ze zingen. Yeshua HaMashiach tegemoet gaan. Ik las zo'n mooi gezang. Wees gegroet, zullen ze dan zingen. Of ze het letterlijk zo zingen, maar misschien wel. Misschien is dit een lied dat in hun oren zal klinken. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Morgen der verrijzenis. Bij wiens licht de macht der hel is verslagen. En de dood vernietigd is. Heer Jezus, trooster alle smarten. Zon der wereld, schijn in onze harten. Deel onszelf de voorsmaak mee van de heilige Sabbatsvree. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Door de kracht uw geestes uitgedreven, treden we uit ons zondegraf. Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven. In uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan achter u ten hemel gaan. Amen. Halleluja, Vader in de hemel. Glorie voor uw wonderbare naam. U die uw volk Israël uitredt, zegent, verlost, bevrijdt. Vader, dank u wel dat wij uw volk Israël mogen zegenen. Vader, dank u wel voor deze lieve kinderen. Vader, dank u wel. U bent de levende Heer en de levende God. Heren, wat een verschrikkingen zijn er geweest voor uw volk. Heren, zulke kinderen naar de gaskamers gebracht. Vader, help ons om de weg, de koninklijke weg van Jezus te gaan in alles. Met betrekking tot uw volk, met betrekking tot elkaar. Heren. Help ons om de koninklijke weg van Jezus te gaan. Het rechte spoor te treden. Achter de Heer Jezus aan. En
ja, zo in uw tegenwoordigheid te mogen zijn, uw toekomst te verwachten. Heren, zoals we net hebben gezegd met dat lied, in uw kruisdood meegekruisigd te sterven, maar ook herboren weer op te staan en achter u ten hemel te gaan. Heren, we zegen uw volk. Heren, we zegen al die mensen die te lijden hebben onder zoveel verdrukking van de vijand. Vader, we bidden u, maak een einde aan de duisternis over deze aarde door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Kom haastig, Heer Jezus. Maak een einde aan de dood en de duisternis die heerst over deze aarde. Zegen ons en onze kinderen. Help ons om achter Jezus aan te gaan. Heren, dank u wel dat u ons dit woord hebt gegeven. Een profetisch woord. We danken u, Vader, dat u het zult zegenen. Dat we in gehoorzaamheid het woord hebben mogen brengen. In Jezus' naam. Amen. Amen.